Voor mij staat Edwin Jansen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Edwin. Edwin, je bent van Tender One en ik zie achter jou een fantastisch mooie grote bus die echt uitnodigt om naar binnen te gaan. Nou, het is ons festivalconcept. Er staat de cocktailmachine in en de machine is ons paradeplaatje. Wat we wegzetten in heel Europa. De machine die doseert individueel de dranken. En zo hebben we het concept voor de festivals dat we onder de 15% een topproduct kunnen neerzetten qua cocktails. En voor gewone feestjes waar wel een alcoholvergunning is, kunnen we met normale dranken kunnen we een top cocktailkaart neerzetten. Maar ik nodig je graag uit om eventjes een kijkje te komen nemen in de bus. Nou, ik ga zo meteen graag even meekijken. Maar ja, het is een fantastisch mooie bus en waarschijnlijk heb je de vraag al vaker gehad, maar rijdt dat apparaat nog? Ja, zeker ja. Ja, het is iets unieks. Mijn compagnon Gertje van den Berg die heeft hem gemaakt. Samen met wat mensen eromheen. Drie weken voordat hij klaar was dacht ik nog van nou het wordt helemaal niks. Maar het resultaat is super geworden. En gelukkig brengt hij ons nog steeds van A naar B. We hebben wel wat problemen gehad met andere bussen die we gehad hebben. Dat is natuurlijk de ouderdommen. Deze 1960, we hebben er een 1950, we hebben er een 1955. Ja, het zijn super apparaten, maar als je deze ingeklapt ziet rijden over de weg, dan weet je niet waar je tegenkomt. Dan is het een heel gevaarte natuurlijk. Ja, het is echt 10 meter roest met één iemand voorin, die als chauffeur, maar ook als airbag fungeert. En we hebben al menig stoplicht meegemaakt dat er mensen drie keer blijven staan voor het groen licht. Ja. Oké, okay, en Edwin, Festivac staan we nu, de beurs voor Festival Vieren Nederland. Hoe is dat tot nu toe bevallen? Ja goed, we zijn er eigenlijk elk jaar bij. Het is nu weer de Nederlandse editie. Vorig jaar hebben we de Belgische gehad. Mensen zijn heel enthousiast over ons product wat we hebben. En ja, we vinden het ook altijd fijn om lekker twee dagen met onze collega's een lekker borreltje te drinken, te netwerken. En ook een stukje socializen met bekende klanten. Ja, helemaal goed. Hey Edwin, waar gaan we jullie komend jaar nog vinden? Want ja, als deze bus tenminste overal naartoe kan rijden, waar kan ik jullie vinden het komend jaar in het festivalseizoen? Ja, we proberen elk weekend op een festival te staan en het is heel divers. Het is van Wish naar Seven Sunday, wat kleinere festivals, wat grotere festivals. We hebben meerdere voertuigen die we overal weg kunnen zetten. Dus ja, kijk op onze site, daar staat onze agenda, onze festivalagenda. Of geef even een belletje, dan laat ik weten wanneer we bij u in de buurt zijn. Nou, ik hoor het in ieder geval heel erg graag. Ik nodig me graag even uit om even een demonstratie te zien van het apparaat en hem natuurlijk even eentje te proeven. Mogen we even mee naar binnen? Tuurlijk, komt u mee. 3, 2, 1, go! Oké, we zijn hier dan bij jouw fantastisch mooie Tender One cocktailmachine. Wat gaan we maken? We gaan een Sex on the Beach gaan maken. Ik tap hem nu meteen in de beker. Maar we kunnen natuurlijk ook in een shakebeker doen dat er nog geshaked moet worden, dat de beleving erbij komt. Voor drukke festivals hebben we daar gelukkig geen tijd voor. En moeten we proberen in de uren dat open is en dat druk is aan de bar om zoveel mogelijk handel te maken. We zetten de beker onder het apparaat. We selecteren de cocktail die we willen hebben, de Sex on the Beach. Hij is gedoseerd op een tiende van een centiliter. Dat we precies het zoetje hebben, het zuurtje. Dus dat de kwaliteit en de smaak van de cocktail heel goed overeenkomt. We drukken op oké en individueel doseert hij het recept. We werken met alleen maar producten onder de 15% van de Nederlandse markt. Voor de Belgische markt hebben we dus, zoals ik net ook al vertelde, hebben we producten van de normale alcoholpercentage. Dus jullie mogen altijd, waar dan ook, alcoholhoudende dranken, dus boven de normale dosering mag je uitserveren? Ja, inderdaad. Nou, ik heb getapt, het recept zit erin. We doen wat ijs erbij. We vullen een mond met rustijs, een stukje ananas, een rietje erin en voilà. Kijk, de cocktail is klaar. Nou ja, Edwin. Ik ga hem even proeven. Ik ga jou in ieder geval een hele fijne beurs wensen, Edwin. En heel veel succes het komend festivalseizoen. 3, 2, 1, go!